Zoom 14, je gaat hier in ieder geval voorbij in die Lambo-klasse tot 60. En is dat de zeevaren weg op 78 meter, 78. Breda, 20 seconden, volgens mij de snelste voetpool tot nu toe in deze klasse. Elkem zien we terug in de finale. Even wat info FIAT maakt dan wel de finale run van Corne Verhees, die vorig jaar heel vaak heel dichtbij zat en door een aantal verkeerde beslissingen ook nog wel eens wat punten door zijn neus heeft geboord. Een proeftrek overrijden, dat het dan helemaal niet meer gaat, wou je spreken. En is er dus opgebrand een goede afstand weg te zetten hier aan het begin van seizoen 2010. Komt ja. Kijk eens hoe licht dat er loopt bij de zeevaren die door die. Ik wil wel zeggen, alles valt uit. En alle systemen worden weer aangesloten bij Corne, de toerensensor en de noodstopkabel. En dan gaat hij zichzelf opmaken voor zijn finale trek met ditmaal wel en hopelijk werk in de sleepwagen. Dus we moeten gaan kijken naar Marleen met haar race eend. Ja, ja, power shift bij Kees is nooit een grote voet voor de bestelling. Maar we gaan wel eens kijken naar de voet. Daar is niet interessant waar we willen, dus we laten het zien. Komt terug? Nee. Oh nee, net niet. Net niet. Er moest vrij een forse remmen om hier niet aan de linkerzijde buiten de baan te geraken. Maar inclusief het remmen toch nog tot een afstand van 79 meter en 8 centimeter. En daar kan hij dik tevreden over zijn. Een vrije tweede stek in ieder geval voor deze Fiat combinatie uit Breda.